Oké, de vorige opname ging over de basisstroomdiagram informatica. Input, data. Verwerking, software, hardware. Output, dat is informatie. En dat we dus te maken hebben met een informatiemaatschappij die verslaafd is, afhankelijk is van informatie. Van goede informatie, betrouwbare informatie. Oké. En ik heb gezegd, dan gaan veel dingen goed, dan gaan er dingen fout. Dus informaticus. Moet je daar kennis van hebben? Wat kan er zo fout gaan? En de vraag van objectiviteit moeten we ons stellen. Is het objectief wat ons systeem oplevert? En is het nodig dat objectief is? Dat is ook nog ook wel een vraag. Er zijn nog wel meer vragen. Maar ik zit nu in een andere app. Ik zit nu in de Nebo-app. Kost 10 euro, maar je kunt hem ook gratis gebruiken. En we noemen ons board. Noem ik Informatica. Dus dit is misschien ook een idee voor je als leerling. Deze app dus een keer te kijken. Nebo, Android, App Store, Windows. Alle drie mogelijk. Alleen betaalt ze voor elke versie apart 10 euro als je de volledige versie wil gebruiken. Voor de Android en App Store zijn gratis versies. Het enige verschil is volgens mij dat je niet kan synchroniseren tussen devices. Maar dat is misschien niet nodig. Kijk, waar ik hier wel echt tevreden over ben. Wat ik tevreden over ben, is je kunt een oneindig bord maken. En dat vind ik wel leuk, dat je dus kan doorgaan verder. In de Samsung Notes kon dat niet. Create. Oké, we hebben nu een bord gemaakt. En dan kunnen we dus ook zoomen. Hij staat op 100%. Ik gebruik dit. Je mag een ander gebruiken. En ik heb vorige video ook gezegd: een papier en pen is ook aan te raden. Gewoon papier en pen te gebruiken. Voor als instructeur is dat niet zo handig om te doen. Ja, maar een camera kan ik ook doen. Heeft ik ook al gedaan. Camera op het papier zetten. Mijn haar zit ook. Dus wel erg grappig. Zo, even een beetje platter maken hoor. Schoolbad die achter me, leuk, zit in project in Kroatië. Het ging over input, verwerking, output. Dat kan je dus zien als in kolommen. Input. En dat kun je zien als een kolom. En dan krijg je een pijltje en dan krijg je verwerking. Hoeveel kolommen hebben we nu? We hebben nu geen twee, maar we hebben drie kolommen. Dit is een kolom, dit is een kolom en dit is een kolom. Waarom noem ik kolommen? Omdat kolommen staan voor fases waarin. En in elke fase gebeurt er iets. Dan lijkt het op dat je via die pijl ga je van de ene fase naar de andere. Maar let op, input. Dat ging dus om data. Ja? Verwerking, dat ging om software en het ging ook om hardware. Oké, mooi zo. Die pijl, wat doet die? Dat is dus het verplaatsen van data naar software, naar hardware. En dat is een fase, dat gebeurt. En daarin moeten we kritisch kijken naar wat er gebeurt. En begin eerst met de eerste kolom, data. Handig is bij het filosoferen over zo'n informatiesysteem, want dat doen we eigenlijk, en daarmee over het vak informatica, handig is om een concreet voorbeeld te pakken. En op de toets ga ik dat ook vragen. Dus je wordt gevraagd om vanuit een bepaald concreet voorbeeld, misschien maar geen eigen voorbeeld bedenken, het systeem van een informatiesysteem uit te leggen in het kader van het vak informatica. Ik pak ChatGPT. En dan zet ik ChatGPT als, doe ik als voorbeeld. ChatGPT is, kun je zeggen, software. Ja, natuurlijk, en draait op hardware. Maar we pakken het hele systeem van ChatGPT. Dus we kijken niet alleen naar de software. Maar we kijken naar het verschijnsel ChatGPT. ChatGPT is iets wat ontstaan is vanuit OpenAI. Dat is dan weer een bedrijf. Dat is niks, is niet open source. En hoort ook bij het verhaal van ChatGPT. Dus het hele verhaal van ChatGPT pak ik. Ja? Goed, ChatGPT. Dat systeem van ChatGPT, dat heeft data nodig. Anders kan het niet functioneren. Lijkt me logisch. Hoppakee, ik gooi hem even hierheen. Hij heeft data nodig. Oké.
waar haalt hij die data vandaan? He, dus ik denk van, ga even zelf ook filosoferen. Je denkt van, hey, leuk data. Waar haalt hij het vandaan? Maar je kunt ook zeggen, welke data dan? En wie maakt de keuzes? Van welke data wel en welke data niet? Weet je daar een antwoord op? Denk eens over na. Welke data? Oké, dan zie je een shift. Zijn dingen veranderd. Volgens mij kregen we als consument in november 2022 toegang tot ChatGPT. Toen was het verhaal, en dat zei ChatGPT, zei het ook netjes als je daarom vroeg, dat de data gebruik van maakte, daar mocht hij ten eerste niks over zeggen. Het was niet de actuele data. Het is op een gegeven moment, in een gegeven tijd, in een periode, een bepaalde periode, is de data gevoerd aan het systeem. En dat is bepaald vanuit het team van OpenAI, welke data dat was. Dat was heel veel. Dat was heel veel teksten. Maar de kwaliteit van die teksten, dat weten we niet. Hoe objectief, of hoe subjectief, of hoe goed, hoe betrouwbaar, hoe eenzijdig die data was, dat weten we niet, tot de dag van vandaag. Ik denk dat het maar een klein groepje wat echt weet wat de oorspronkelijke data is die ChatGPT gekregen heeft. Later is er een update gekomen, er zijn er weer meerdere documenten aan toegevoegd. Wat er ook aan toegevoegd is aan data, dat is uiteindelijk de uitkomst van het systeem. Het is een zelflerend systeem. Ja, dus dat is interessant, want daarmee komen we ook op het volgende. Vorige keer deden we dit als output. En dat is als dan, even kijken, dit was blauw, doe ik nou maar weer. Dat is dus informatie. Nou is de output die wij als informatie krijgen, het antwoord wat ChatGPT levert, uitgaande van de prompt die wij invoeren, wat dus data is voor het systeem, de prompt, wordt verwerkt tot output, tot informatie, een antwoord van ChatGPT. Dat antwoord konden wij vervolgens op reageren, nog steeds kan dat. Wat vind je van dit antwoord? Is het goed of niet? En ik kon zelfs hele discussies aangaan, kan ook nog steeds. En dat wil men, die systeemontwikkelaars natuurlijk, want hoe meer jij er gebruik van maakt en er mee in discussie gaat, hoe meer data dat oplevert, weer voor het systeem. Dus daarmee zeg je eigenlijk deze output, zwart, is ook weer data, dus die informatie die is data. En daarmee dus input. Ja. En wat gebeurt er met de input? Die wordt verwerkt tot informatie. Nou zie je, dat heb je waarschijnlijk wel bedacht ondertussen. Kijk, dit hadden we natuurlijk ook gewoon met een soort loop kunnen doen. Output. En dan zeggen we hier een pijl. En dat leidt dan weer tot de output is de input. Ben ik niet de voorstander van, omdat dit niet altijd gebeurt. En toch laat ik hem wel even staan. Omdat het in het voorbeeld wat ik noem van ChatGPT wel gebeurt. Ja, dus ik... Waarom ben ik eigenlijk voorstander van de bovenste rechtlijn doorheen? Omdat je daarmee kan aangeven hoe vaak het gebeurt. En hier geef het in die pijl, terugkerende pijl, geef het dus aan als een zijnde loop. Is iets wat altijd gebeurt. Goed, data. Dus welke data, wie maakt de keuzes? Daar moeten we dus antwoord op geven. En niet alleen in relatie tot ChatGPT. Let op, hè. Dit gaat dus over het algemene verhaal van informatiesystemen. Hè, dat hebben we hier gezegd. Dit is een totaal, dit gaat thema hierboven staat in
formatiesystemen. En daarmee hebben we dus ook eigenlijk gezegd dat informatica gaat over het ontwikkelen, het begrijpen, het analyseren, het evalueren van informatiesystemen. Ja? Oké. Okay. Goed bezig wij. Wat ik wil, ik hoop dat je de uitnodiging voelt, is niet dus dat je dingen uit je hoofd gaat leren zoals ik die hier teken, maar dat je op dezelfde manier filosofeert over de thema's die met informatica te maken hebben. En dat je daar zelf een slim verhaal over kan houden, waar ik het uiteindelijk ook mee eens ben natuurlijk, en dan kan ik dat honoreren. Maar liever niet hetzelfde als wat ik doe. Want het schema wat ik nu maak, is nu al anders dan het schema dat ik deze ochtend maakte. Daar heb ik deze rode vragen niet gesteld. Terwijl die wel belangrijk zijn. Daar heb ik andere vragen zijn gesteld die ook belangrijk zijn. Maar ik wil zien dat je ten aanzien van het basisschema, input, verwerking, output, wat betreft informatica, dat je daar een diepgaand verhaal over kan houden. En wat dat betreft zijn wij nog lang niet klaar. We zijn nu bij kolom 1 en ik ga verder met kolom 1. We hebben het over data, we hebben het nog niet eens over het erin stoppen, dus het klaarmaken van data om, in kolom 2, deze kolom, om het erin te stoppen. Dus het klaarmaken van data. Dus welke data? Wie maakt de keuzes? Wat voor vragen zou je nog meer kunnen stellen? Kijk, je kunt ook zeggen van welke data, maar ook hoe kom je aan die data? Nou, en bij al die dingen, vragen, probeer ook zelf wel antwoorden te formuleren. En het zijn vragen die je ook vanuit informatica moet kunnen beantwoorden uiteindelijk, als het liefst zo snel mogelijk is. Ga ermee aan de gang, actief. Hoe kom je aan data? Hoe komen we aan data? Nou, data komen we. Dan kun je zeggen, nou in het algemeen zou je bijvoorbeeld sensoren kunnen noemen en daarmee zou je data verzamelen. In een robotica, een Internet of Things systeem, smart system, kun je via sensoren data verzamelen. Maar hoe wordt voornamelijk data verzameld tegenwoordig? Nou, dat is via je internet. Niet via het internet, maar via internetgedrag. Internetgedrag is data. En daarmee ben jij dus zelf, je activiteit op het internet, daarmee lever jij dus de data voor de belangrijkste informatiesystemen. Goed, dat is een hele botte uitspraak, want dat is, daar gaan we het zeker nog verder over hebben. Maar in onze maatschappij, waarom wordt onze maatschappij een informatiemaatschappij genoemd? Een antwoord daarop is, via onze telefoons, via ons actief zijn op internet, leveren wij heel veel data aan. Wat het uitnodigt om die data winstgevend in te zetten. En dan heb je een informatiesysteem voor nodig om die data om te zetten in informatie. En daardoor is het de informatie een soort van het nieuwe goud geworden. En ja, handelen we in die data en daarmee ook in die informatie. Oké, okay, goed. Maar even over dus ons internetgedrag levert heel veel data op. En ik noem het al onze mobiele telefoon. En ik vind het al belangrijk om die apart te noemen. Omdat ons internetgedrag, zeker van de generatie waar ik les aan geef, is voornamelijk via de telefoon. En veel minder via de computer. Het koopgedrag, het likegedrag, het zoekgedrag. Alles is allemaal data die verzameld wordt. Via telefoon doorgestuurd wordt naar de data grote internetbedrijven. Die daar weer groot geld van kunnen maken. Ja? Dus hoe komen we aan data? Wij leveren zelf die data. Op die manier komen we aan data.
Dat is toch alleen de eerste kolom. Gaan we alleen nog kort even iets over die tweede kolom. Het verplaatsen van die data. En let op, die eerste kolom is niet af hoor. Dus het gaat hier om deze kolom. Daar wil ik het niet over hebben. Het verplaatsen. Mobiele telefoon. Het verplaatsen van die data. Kijk, wat kunnen we daar zinnigs over zeggen? Of welke vragen zouden we daar kunnen stellen? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, dat verplaatsen, dat moet natuurlijk foutloos gaan, zou ik zeggen. Het moet niet zo zijn dat data verloren gaat. Dat de data, zoals ze die er bewust instoppen, ineens gemanipuleerd wordt tijdens het overzetten. Het moet ook niet gehackt worden. Dus het is iets van, ja, je zou zeggen robuust. Zo'n term, foutloos, robuust. Het moet ook veilig gebeuren, het overzetten. Data moet ook niet, kijk, omdat data, zoals we hier hebben gezien, wij leveren die data, moet niet op straat liggen. Die zijn ook veilig zijn. Dus het heeft vraagstuk van privacy is ook nog eens een keer relevant. Privacy. Moet wel goed schrijven. Nou, ziet er niet uit. Ik vind het mooi zo. Ja, dus veiligheid en privacy. Die hebben met elkaar te maken. Maar je zou dat in een Venn-diagram kunnen zeggen. Veiligheid wordt bepaald. Hierdoor. Privacy hierdoor. En dit is het gemeenschappelijke. Oh. Ja, dus privacy en veiligheid. Het moet beide kloppen. Privacygevoelig zijn. Moet niet privacygevoelig zijn. Privacy moet gewaarborgd zijn. Oké. Deze aflevering moet ook weer niet te lang duren. Dus ik stop het even mee. We gaan hier weer mee verder. Tot de volgende keer.